guys en welkom back to mijn YouTube channel. Vandaag heb ik weer een gloednieuwe video voor jullie, maar ik ga zo meteen uitleggen wat ik allemaal ga doen in deze video. Het gaat echt een super leuke video worden. Maar ik moet heel snel er vandoor, want ik ben super laat, as always. Ik ga jullie in de auto vertellen wat ik ga doen, maar eerst ga ik vertellen wat ik aan heb. Ik heb deze bodywarmer aan van de Zara. Deze is van Shein, mijn broek van Pull&Bear en mijn Dr. Martens. Ik weet niet echt wat ik hiervan vind van die shoes. Maar ja, we gaan ervoor. We gaan lekker nu onderweg naar Zwolle. En dan ga ik iemand daar meeten. Dus dat is super leuk. Ik ga jullie in de auto vertellen wat voor video dit is. Want dat is natuurlijk wel goed om te weten. Ik ga nu snel in de auto stappen. Because I'm late. Let's go. Dus ik zit dus nu in de auto. Alleen ik hoop niet dat mijn beeld zo erg trilt als mijn auto. Because I don't know what's wrong with my car. But okay, we're gonna get through this. Oké, maar in ieder geval vandaag heb ik iets super leuks op de planning staan. Het is eigenlijk... Volgens mij verschuift hij. Nee! Ik heb namelijk iemand uitgezocht om op mijn eigen manier te stylen. Dus dat is echt super leuk. Want natuurlijk, ik heb best wel een aparte stijl. Gewoon anders. Ik kan een hele normale stijl hebben, maar ik kan ook echt een hele aparte andere stijl hebben. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik ben nu onderweg naar Zwolle. Daar meeten we om een uurtje of 4:10. En ik heb nog 20 minuten om daar te komen. Dus dat gaan we doen en ik heb er super veel zin in. Het is niet echt heel erg mooi weer, maar het trekt wel weg. Daarna gaan we nog op het terrasje, dus ik heb er heel erg veel zin in. En ja, dit is eigenlijk ook de eerste keer dat ik haar ga zien. Maar het gaat wel echt enorm leuk worden. Misschien kennen jullie haar wel, dat kan. Maar jullie gaan haar zo meteen zien. Ben je benieuwd wie ik ga stylen? Wil je dan zeker kijken? Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hieronder. En dan gaan we door met de video. Oké, guys, ik ben dus nu in de stad met... Juliette. Ja, dit is onze eerste keer dat we elkaar zien. Maar het is wel echt gek, maar leuk. Maar we zijn dus nu in de stad. En nu gaan we... Naar welke winkel gaan we? Ja, weet ik niet. Zara? Of Bershka? Ja, we gaan dus naar Zara. En Juliette gaat voor mij een outfit of een paar outfits uitzoeken wat zij zou dragen. En ik voor haar. Dus dat is echt... Oh, die pak is echt dope. Zag je die? Die. Met die kleuren. Zou je dat dragen? Ja, dat zou ik wel dragen. Ja? Dat is mooi, hè? Ja, dat vind ik mooi. Oké, we zijn nu in de Zara. Juliette, wat zie jij al springend eruit komen? Nee? Niet? Ik ken jou ook niet echt, weet je wel. Dus ik weet niet wat jij altijd draagt of zo. Ja, klopt. Ik vind het echt lastig. Maar als je baseert op mijn Insta, wat zou je dan kiezen? Kijk, allemaal nude kleurtjes. Nude is wel sowieso jouw ding, toch? Ja. Ja, dat sowieso. Maar je moet kijken naar jou, hè? Jij moet wat voor mij doen. Ja. Wat jij zou dragen, bijvoorbeeld de jurk of zo, of iets, dat moet ik dan aan gaan doen. Kijken hoe het mij staat. Oké, Juliette zegt net dat ze geen wijde broeken draagt. Nee. Oké. Dus wat we nu gaan doen, we gaan op zoek naar wijde broeken. Jij gaat wijde of een strakke broek aandoen. Ik ga strakke broek aandoen, jij gaat wijde broek aandoen. Ja. Juliette draagt namelijk gewoon totaal geen wijde broeken. Nee. Alleen trainingspakken dan. Alleen trainingspakken. Nee. En ik ben letterlijk het omgekeerde. Zou jij dat aandoen? Die jurk? Ja. Allemaal kleurrijk. Nee, gewoon... dat zou ik niet doen. Nee? We're gonna grab some of these. Oké, guys, we hebben dus even wat besloten. We gaan apart door de Zara lopen. En dan gaan we eventjes wat voor elkaar uitzoeken. Dus we gaan even... Ik ga doen alsof ik shop bij de Zara. Ja. En jij gaat doen alsof jij shop bij de Zara. Ja. Oké? Ja. Oké, tot zo. Oké, deze broek. Ik zou deze dus dragen. Er zit een split aan de onderkant, een verbroek. Maar omdat die strak zit, denk ik niet dat Maria hem gaat dragen. Maar ik weet het niet zeker. Ik weet het niet. Maar ik vind het wel mooi. Ik zou dit dus wel dragen. Maar ja, ik ga hem gewoon meenemen. Ik ga gewoon kijken. Ja. Oké, ik heb hem niet meegenomen. Want er zijn alleen maar grote maten en dat past hij nooit. Dus ik ga op zoek naar iets anders. Dus de bovenkant. Gewoon een witte... blazer, spijkerachtig iets met zo'n crop top. Ik zoek nu alleen nog een kort broekje. Ik ga voor haar een baggy broek uitzoeken, wat ik zelf ook zou dragen. Alleen het enige wat ik vind is van de Zara vind ik broeken niet echt fijn. Maar we gaan kijken wat we kunnen vinden. Oké, guys, ik zou dus deze jurk echt dragen. Het is echt super leuk. Ik heb hier een topje van. Ik heb deze wel in het lang gehaald, maar ik zou hem ook in het kort halen. Dus we gaan deze meenemen. Hoe leuk is deze body bij een normale broek? Oké. Even kijken. We moeten een S hebben. En deze gaan we meenemen. Oh mijn god. Ik ben obsessed met deze broek. Oh my lord. We hebben alles. Jij ook? Yes. Oh mijn god. Ik ben echt benieuwd. Oké, hier. We gaan switchen. Ik heb echt meer kleren voor jou dan jij voor mij volgens mij. Ben je klaar? Ja, ik ben klaar. Oké. Show me. Het liefst is zo slecht bij de Zara, jongen. Hij is echt super cool. Hij is super kort, hè? Ja. Ik moet hem voor de beneden houden, want... Oh, dan moet je denken misschien een esje. Hij is echt kort inderdaad. Oh my god. Hij is wel mooi. Oké, het licht bij de Zara is echt super slecht. Maar ik heb hem nu aan. De outfit die Juliette dus zou dragen. Ik zou het zelf niet dragen, maar ik vind het niet lelijk. Ik zou nooit zo'n topje kopen eigenlijk meer. En zo'n blazer niet. Zo'n broek nog wel, maar niet de blazer. Oké, we gaan even kijken of Juliette weer klaar is met de volgende outfit. Open de ding. Ik weet niet hoe gordijn het Engels is. Ja, ik zou dit niet aandoen. Nee? Vind je het niet mooi? Ja, ik vind dit hoge wel mooi, maar ik weet niet. De kleuren niet. Zonder dit topje. Ja? Ik vind het echt heel erg mooi. Ja, yeah, show me. Oh, wauw. Wauw. Hij is echt mooi. Ik heb hem zelf nog niet eens gepast hebben. Dat is ook leuk. Heel leuk. Dat kan je opkroppen, ja. Oh my god. Ja, hij is echt heel leuk. Achterkant ook leuk. Dit... Maar kijk, ik heb een... Dit moet je ook echt denken. Dan moet je zo'n plak bij haar hebben. Ja, klopt. Dat die helemaal bloot is, die rug. Zou je dit zelf pakken als je het zag liggen? Dat niet. Maar als ik hem eenmaal aan, dan vind ik hem wel echt heel mooi. Ja, dat is mooi. Ja. Hij is echt heel mooi. Oké, we zijn er Zara uit. We gaan nu naar de Bershka. En Juliette gaat misschien die rainbow jurk halen. Oké guys, ik ga maar een paar topjes doen, aangezien ik bij de Bershka echt gewoon nooit wat leuk vind. Maar dit zijn leuke dingen. Ik heb hier topjes. Ik zie echt niet zoveel leuke dingen wat ik echt zelf zou halen. Blij mee dat je alleen de bovenkant hoeft? Okay. Nou, let's go! Yeah. Oké guys, we hebben dus echt niks kunnen vinden bij de Bershka. Dus we gaan eventjes over naar een andere winkel snel. We hebben niet zo heel veel meer tijd. Wow, goede zin! Want hier, alles was een beetje te klein en dan ga ik ook niet Juliette gaan filmen, want dat is niet zo heel fijn. Dus we gaan nu even naar de H&M. Stap H&M. H&M. Wie bedenkt dat? H&M. Echt? Nee, ik zweer het je. Oh, ik dacht echt dat je niet serieus was. Oké, de H&M is niks. Super basic dingen. Ik zie daar gewoon niks leuks. Nee, gewoon iets wat ik denk van, ik wil dat echt halen ofzo. Jij wel? Oh. Nee. Ja, ik zag één pak. Dat was wel leuk, maar... Ja, oké. Die was er gewoon een... Ja. Nee, gewoon echt totaal niks leuks. Iets, ik zou dan liever een hoodie willen, maar dat was het niet. Ja, hoodies heb je daar wel mooi inderdaad. Ja. Nee, maar we gaan even naar een tweede winkel. Derde, vierde. Huh? Vierde winkel? Vierde winkel of zo? Vierde. Vierde winkel. Hoop we gaan even naar de vierde winkel. Ja, ik denk bij District. Ja. Daar heb je ook wel mooie dingen. Ja. Dus we gaan daarheen en dan gaan we stoppen. Want dan gaan we wat eten. Because we are very hungry. Oh my god. Gaan we naar Las Rosas? Ja. Of wil je Vito's? Maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Oké, nou, we gaan het later checken. District! Let's go. Ik heb mijn mond stinkt. Nee. Oh. Nee, maar jongens, ik vind het echt terrible. Wat vind jij hiervan? Vind je het leuk? Nee. We zijn echt bij de beste winkel begonnen. En ik hoop dat we daardoor een beetje een leuke video konden maken. Want we kunnen echt niks meer. We gaan ook niet naar de Primark of zo. Dit was het, denk ik, hè? Ja, ik denk dat dit het was. Ja. We kunnen het niet meer. Maar we hebben wel in ieder geval jou kunnen stylen een beetje. Vond je het leuk? Vond je de outfits leuk? Ja? Ja. Alleen natuurlijk dat ik vond die jurk echt leuk. Ja, ja. De rest is niet echt mijn ding, maar die jurk vond ik wel echt leuk. En die broek was misschien ook wel leuk. Hoor. Ja, ja. Met een ander topje, ja, klopt. Wit of zo. Ja. Oké guys, we zitten bij Las Rosas en kijk hoe lekker dit eruit ziet. En we hebben nog patatjes met een lekker sausje. Ik vind het wel jammer dat Las Rosas zo'n kut uitzicht heeft eigenlijk, vind je niet? Echt lelijk, toch? Ja. Of nou ja, Zwolle had in ieder geval hier water moeten maken of zo. Ja, als je daar zit, heb je echt mooi. We hadden ook naar Stadfront kunnen gaan, dan heb je wel cocktails. Maar wel cocktails zonder alcohol. Dat is echt lekker. Daar kunnen we een andere keer heen gaan. Ja. Oké guys, dat was dan weer het einde van de video. Wat vond je ervan? Ja, wel leuk. Alleen wel jammer dat er heel veel winkels dat gewoon... Ja, ik weet niet. Dat het niet echt leuker was dan verwacht of zo. Ja, dat heel veel stomme dingen. Dat we één winkel hadden die echt leuk was. Ja. Dat is wel jammer. Maar... Dat is wel inderdaad jammer. Maar ik hoop dat het leuke video's geworden. I hope so. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je een leuke video? Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal hieronder. En dan zeggen we... tot later. Doei!